En dan nu... Jongen, jongen, hij is toch elektrisch gelooien hoor, dat rotzak geloof ik. Stuur je mail naar opa Frans. Opa Frans, opa Frans. Nou, stuur je mail naar opa Frans. Naar de mailbox van opa Frans. Yo, pieps. Ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar het is hier maar een schrale pauze. Oh, kijk toch, daar hebben we een oude huis. Residentie Pierzaven. Tjonge, jongen toch. Race Monster is geboren. Jojo, dit is Wat Nou TV. We zijn weer terug. En ons jongerenteam is versterkt met een iets ouder iemand, namelijk met mij. Opa Frans, jezus, wat een nieuws. Het knalt er echt in. Maar als ik dan terugdenk aan die leuke momenten die we samen hebben gehad in Wat Nou TV. Het moment dat ik samen met u een verjaardag mocht vieren aan tafel, je 82e verjaardag. En dat we achter bij Attac lekker aan het barbecuen waren. Ja, dat is zo'n kaas direct op. Hé, hey, opa! Ja, we zitten nog steeds in een minuutje, hè? Ja. Niet aan het presenteren, hè? Dat is al laat. Is dat weer voorbij? Ja. En gaat daarna echt weg. Oh, die kan er echt niet meer tegen. Nou, weet je wat, dan doe ik wel de afsluiter. Laters! Een stukje achteruit bij die camera. Wat nou komt. En dan nu. En het mooiste cadeau wat ik kreeg, zit hier neven me. Somma, helemaal uit Canada. Wat denkt u daarvan? Ja. Nou, bedankt voor het lopen. Kan het eraf? Oh, shit. Is dat zo laat? Nou, dan moet ik eventjes een boodschap gaan doen, jongens. En die zeppen. En erbij blijven, hè. Kun je nog goed bruntaas koken, pastijtje? Paanzo eerste klas, jongen. Alleen maar mouwen, mouwen, mouwen. Het was nooit goed. Hé, hey, Gunther. Ik heb vandaag niet zoveel honger, hoor. Dus maak maar gewoon een toetje. Daar hebben ze hier natuurlijk niet aan gedacht. Hé, hey, open Frans, zijn al een beetje? Ja, ik wil toch wel een klein beetje in de gaten houden. Wij zijn er allemaal aan toe zetten. Deur, jongens. Hier, het is wel een orde met jou. Ik sta nou in de keuken van Frans, hè. Yo, pieps. Fucking hell, man. Die opa Frans is gewoon weg. Snapte. Maar ja, ik denk, trek een gouden ketting aan. Een beetje een eerbetoon aan de opa Frans. Zonneke schijnt, pilske erbij. Ja, dan wordt deze zomer geen balkonia, ja. Ja, mensen, we zitten midden in de WK, dan kunnen we wel zien hier. En ik gezellig dan, wat denkt u door van? Een mooie Indiaan, waarom niet? Namens Tilburg, alle mensen, onze Wat Nou TV fans, onze mensen die naar Wat Nou Café kwamen, echt waar. Eén dikke grote zoen. En je weet wat ze zeggen? Yo, pieps! Opa Frans, houd hem recht en zet hem koud. Voor als ik een keer op visite kom. Laters. Gewoon heel onverwacht op een verjaardag. S'morgens vroeg, ik in een kater van hier te Tokio, jongen. Ga die telefoon niet denken, oh jongen, we hadden weer een onbekend nummer. Neem de op, yo, pieps. Opa Frans met nu. Die belt gewoon. Die denkt daaraan van de verjaardag. Dus wij zullen altijd aan zijn opa denken. Ja, we gaan hem missen, hè. Franske. Die koop ik ook in. Als ik de poel gewonnen heb. Nou was het echt, hoor. Want nou ga ik voetballen kijken, wat denken jullie wel? Oeh, dat was misschien wel iets te hard. Ja, oh. En tot ziens allemaal, en bedankt. Ik heb mezelf voorgenomen om het voorlopig tot
mijn 85 voor te houden, dus dan kan het nog een keer gebeuren. Ja. Of dat er nog nieuws is, we zullen het gauw weten. Vallig, doet je erop. Nee, dat is niet. Ja, dat zit er helemaal verkeerd. Oh, dat kun je er helemaal aan. Ja, dat is stom, hè. Ja, dat is stom, ja. Opnieuw. Ja. En of dat er nieuws is, we zullen het gauw weten. Ik ga het op de wacht. Nee, dat dan helemaal niet opzetten, hè? Dat ga ik eruit. Dat doe ik eruit.